Goedemiddag dames en heren bij de wedstrijd Roef Olympia. We zijn hier op het mooie terrein van Roef. En die is er door! Die is er door! Punten op of niet? Goeie aanwoord daar naar thuis, maar binnen Jesse. En we hebben er nog 1 en 2. Lekkere tik daar van Virginie. En 4-5. En daar wordt op gescoord. Dat is goed en ik hou even die... Oh! De doel! Eén punt! 2 punten daarvoor, Olympia. Ja. En knalde doorheen en weer een punt binnen daarvoor. Prachtige omslag en een punt. Wat een tik daar! En dan gaat ze door naar 3. Ja, dan gaat door naar 3. Oh, wat een snelheid heeft die meid. Wow! En 2 punten! Stand-up triple! En nu is hij wel weg. En eerste door. En daar. Right to the middle. Voor Olympia. 8-0 nu in top 4. Tak! En het door. En right to the middle. En dan gaan we weer 1 punt. En 2 punt. 7 hier ook dan voor Telly Moore. Rachel op tweede honk. 2 punten binnengekomen. Het is inmiddels 10 dan, hè? Distance. Wat gaat hij in de weg? Wordt hij gevangen? Hij is weg! Hij is weer! Run voor Brenda Beers! En dat zijn 3 punten! Wow, wat een tik daar! Geweldig gedaan! Oké, Ellie Costa staat er en Isa Los, die hebben we gehad. Tamisha Charles. En is er door een punt voor Roef, wordt het na deze honkslag van Tamisha Charles. En... Oh, die gaat hoog. En wat daar een vang? Vang 3 is de laatste 0. Ball game. 13-1 is de stand. En ook de eindstand in deze eerste wedstrijd tussen Roef en Olympia. Ja goed, dankjewel Kobus. Dan kijk ik nog even bij de andere wedstrijden wat daar te melden valt. Terrasvogels leidt met 4-0 bij TTT. En Sparks DSS is al final met 4-0. En hier hebben we final met 13-1. Mensen, zoals gezegd, pak een beet, een half uur, zijn we bij u terug voor wedstrijd 2. Bedankt voor het kijken.